Oké, dames en heren, wat we vanavond eens even gaan doen. Allereerst welkom bij een gloednieuwe vlog van Ilias. Mijn naam is Ilias, dit is Ilias TV. Dit is Brian. Brian heeft vandaag geen smoking. Ieder tijdperk heeft zo zijn kunstenaar voor de renaissance, na de renaissance. Maar dit noemen we gewoon het Ilias TV tijdperk. En dan heb je niet Picasso, maar Mario Picassi. Picassi. Ja. En natuurlijk hebben we vandaag de meneer Kop of Munt die het graag verliest. En zo hele maaltijden trakteert. Ja. En de one and only Mo Show. Altijd. Wat we nu gaan doen, ik ben zo net gebeld door mijn lieve moeder. Mijn lieve moeder. En er is een soort tante van ons die is best wel ziek. Die heeft kanker, dat is heel erg. Dat is een Marokkaans vrouwtje. En dat vrouwtje wil heel graag... Oh, ik word gebeld. 1 seconde. Maar goed, waar hadden we het over? We hadden dus over die hele lieve vrouw. Die is heel erg ziek. En mijn moeder heeft harira soep voor haar gemaakt. Mooi heel. Lekker harira. Hey, Picassi. Yo. Dat is wat anders als ashkamber soep. Ik wil wel proeven trouwens, hè. Oh man, wij zelf gaan naar restaurant Blauw gaan we eten. Harira. In Den Haag. Dus follow us. Tot dan. We hebben nu dus de soep. Ja. En we zijn gewend best wel vlotjes te rijden. Dus wat gaan we nu doen? Rustig rijden. Rustig. Rustig. Luister eens, wat is nou het allerbelangrijkste, jongens? Eten. Nee, een tent in je. In je broek. Tent in je broek, 24 uur. Ja, zit op in de leeftijd. Maar goed, dit is een goede vriendin van ons, jarig. Ja. En we gaan nu dus even een liedje voor de zingen. Nou, dit is natuurlijk allemaal, wat ik hier nu film, is voor de vlog. En dit is even iets wat ik op Facebook drop. En zoals je ziet, zijn twee hongerige Marokkaanse jongens die naast hem zitten. We hebben natuurlijk een Indonesiër en een Surinamer. Dit noemen we de band van de Leids Marokkaanse, Indonesische, Surinaamse zangers. Ja? Oké, jongens, hebben jullie geoefend? Ja. Gaan we even oefenen? Hallo Linda! Hé, hey, je bent jarig vandaag, dus bij deze. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hippe de piep, hoera! Hippe de piep, hoera! Buren doen ook mee. Goedenavond, doei doei! Nou, ik zal mij meenemen, kijk, een jaar geleden. Dat was Brada, dus je moet toch jou meenemen inderdaad. Ja. Nou, met Marjan, hè. Met meisje, ik weet niet of je niet afgaat. Ja, man. Smakelijk, man. Dankjewel, vriend. Ja. Hé, hey, Mario Picasso. Tiri-tiri-tiri-tiri. Woe! We gaan even verder eten, man. Ik kan geen twee dingen tegelijk, ja. Dankjewel, restaurant Blauw, ik hou ook van jou. Ilias, ik wil dit niet zien hoor. Dankjewel. Dankjewel. Hey, goeiedag, welkom. We hebben dus echt serieus last. Ik word gewoon serieus geterroriseerd. Niet door mensen, nee, door duiven. Check. Check. Die gasten hebben ook gewoon serieus scheid aan me. Kijk wat ze aan het doen zijn. Kijk. Dag lieve mensen, eigenlijk is er één iemand die we even moeten zien. Vertel even, hoe lang kent u me al? Nou, vanaf je geboorte, lieve schat. Ja? Wat heeft u gedaan bij mijn geboorte? Nou, gewoon lekker naar je gekeken. Lekker was een schatje. Maar laten wij je heel ondeugen toen je ouder werd, hè? Dan weet je, hè? Was het geen lieve Ilias meer, hoor? Nee. Dankjewel, I love you. Oké, okay, dus we hadden net een zwaar duivenprobleem. Dat hele duivenprobleem is een soort van opgelost. Ik zal je exact laten zien hoe en wat. Ik heb die zwarte raaf aan de kraam staan. Zoals jullie kunnen zien ligt daar nu een duif. En van een duif zijn we nu naar een zwarte raaf. Zijn naam is Ravi. Wat heb ik dus gedaan om dat duivenprobleem te verhelpen? Ik ga gewoon heel ver met iedereen zijn. Nee, ik ben totaal geen vogelverschrikker, bro. Dat ben jij. Dank u. Wat heb ik gedaan? Ik heb een beetje op Google zitten kijken. Ik wilde de dieren geen kwaad doen. Ik wilde de dieren niet vermoorden. Want binnen de gemeente hadden ze aangeboden van... joh, we kunnen ze nog altijd wel. Nou, dat wilde ik niet. Dat heb ik gelezen. Dank mevrouw de boer. Dat heb ik gelezen. Jenever. Ja, ik heb ze deze fles gegeven. Deze fles mag jij nu hebben, alsjeblieft. Dank u. Voor de duif, hè? Ja.
Van de Daaf naar de Graaf. Van die leuke klantjes die ik vandaag hier aan de kraam heb. Even hallo zeggen. Hallo. En wat ga je doen vanavond? Lekker opeten die olijven met een groepje gezellige mensen. Oh, ik ben dus vandaag uit eten met moeders, mama. Smaakt het een beetje? Ja. Ja, dit is alleen nog het vooraf. Nee, mijn moeder wil nog niet in beeld. Nog lang niet in beeld. Zegt dat ik eerst moet trouwen, een leuke vrouw moet vinden. En dat was wel eens in beeld komen. Dan was gelijk in beeld met kleinkinderen. Mama, heb je wat te zeggen? Heb je wat te zeggen? Je kan wat zeggen. En wie moet je zeggen? Ja, gewoon tegen de kijkers. Zeg maar wat liefst. Zeg maar hallo, ik ben de moeder van Ilias. Ik ben de moeder van Ilias. Maar zo gezellig met Ilias ook. Wat is dat? Want ik ben met mijn moeders en we eten oesters. René, zeggen we hallo tegen al die kijkers. Hallo. Zeggen we welkom bij Ilias TV. Welkom bij Ilias TV, live vanuit de Harbour Club Rotterdam. Okay. Maar dit is alleen nog maar het begin. Bakken met spinazie, deze is met oude kaas. Okay. Alsjeblieft. Twee bestekjes nog lekker. Lekker eten. Ah, natuurlijk, omdat ik vandaag lekker met mijn moeder aan het eten ben. Even je glas. Mijn glas moet weg, ongelooflijk. Natuurlijk alleen maar de lekkerste dingen. Mama, dit doen we ze. Vertel jij even hoe is dit? De chocolate dream. De chocolate dream. Dus de chocolade. Sjof, kijk wat hij nu gaat doen, mama. Wat een idee. Ben je klaar voor? Ben je klaar voor? En kijk maar nu wat er gaat gebeuren, moeders. Het is zo erg lekker. René, je bent een hele held. Kijk hem, man. Wauw. Chocoladrink. Dit is normaal, maak je geen zorgen. Nu moet je eten. Ja, toch? Zit ze? Ja, ze zit. Dankjewel, man. Gaan we terug naar Leiden. Ma, alles naar wens? Yes? Oké dan. Weet ik hoef niet eens op mijn horloge te kijken, ik weet hoe laat het is. Als ik deze stemmetjes hoor. Hey, Ilias! Dan weet ik al gelijk hoe laat het is. Hoe is het erbij, jongen? Binnenkort? Aardbeien verkopen. Aardbeien verkopen, hè? Hoe is het ermee? Goed. En vertel even, geef me even hoogtepunten van de week. Hoe is het op school? 6 voor rekenen. 6 voor rekenen. Kan nog iets beter. Kom maar gelijk achter de kraam, ga ik je rekenles geven. Het is helaas uit met mijn chickie. Is het weer aan met je chickie? Nee, uit! Is het uit met je chickie? Ja, uit. Dames en heren, het is uit met je chickie. En nu? Ja, het is uit met je chickie. Nou, gelukkig heb ik er nog wel 99.999. Ja? Ja, wel even minder, dat is altijd wel jammer. Jongens, ik wil het nu echt even weten. Hoe gaan de zaken dan? En vertel, wat doen jullie allemaal? Wat verkopen jullie? Een beetje crackertjes kopen. Pindakaas, brood. En knoflook, olijven. Ongelooflijk, ongelooflijk. Heb je nog een mededeling voor de kijkers? Kom bij Ilias. En abonneer op zijn kanaal. Ja, ze krijgt die money. En money is om te delen, toch? Ja. Oké. En daarom moeten wij natuurlijk ook krijgen. Jongen, dank jullie wel, man. We zijn dus verrast helemaal door Abdelpaul, helemaal uit Marokko. Staat hij hier dus nu aan de kraam? Vertel even. Ja, we zijn hele wereldreis. Hij komt helemaal uit Marokko om een beetje dirhams uit te geven in Oesgeest. Nou, dat is gelukt. En we accepteren ze gewoon. Kijk deze diva eens gaan. Hallo Katwijkse schoonheid. Fijn weekend. Doei. Leuke mensen hier, hè? Alleen maar fijne mensen. Ongelooflijk. En ik moet nog een paar uur doorgaan, jongens. Nou, dit was mijn vlog. Vinden jullie het leuk? Laat even een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren. Abonneren. Ik maak sowieso dit weekend nog bekend wie de eerste fiets heeft gewonnen. Eerlijke fiets. De eerlijke fiets. Sowieso. En ik hoop snel nog een tweede fiets te verloten. Dat doen we dan ongeveer bij de 1000 abonnees. Dus het komt helemaal goed. Hoi!